Universiteit van Nederland. Olivier, wat vind je nou leuker? De Nederlandse of toch die Amerikaanse verkiezingen? De Amerikaanse verkiezingen vind ik heel erg verslavend. Dus daar kijk ik permanent naar. Daar lees ik alles van. Daar word ik ongelooflijk gefrustreerd door. Maar dat blijf ik wel kijken. Nederlandse politiek word ik ook gefrustreerd door. Maar ben ik net wat minder geneigd te blijven kijken. Glaucia bestormt het kapitol en roept daar een soort tegenregering uit. Bij het campagnevoeren, je moet alles aan iedereen beloven. Ik citeer hier gewoon de antieke teksten. Ze zijn buitengewoon modern op dit moment. Goed dat je weer luistert naar Rare Jongens. Ik ben Merijn en tegenover mij zit historicus en hoogleraar oude geschiedenis Olivier Hekster. Hoi. Hallo, hallo. Je hebt er zin in hè? In de verkiezingen of in uh, deze aflevering? Deze aflevering. Heel veel zin in. En de verkiezingen? Minder. Nee, je vond het heel leuk, heb je net gezegd. Ja, ver, verslavend en interessant. Ik wil niet zeggen dat ik er zin in heb. Ik nee, kijk met echt grote angst ernaar uit. Nou ja, in deze podcast van de Radboud Universiteit... en de Universiteit van Nederland... bekijken we onze tijd door de bril van de Romeinen. En deze keer bespreken we dus die verkiezingen in Amerika. Daarover straks veel meer, Olivier. En dan hebben we als laatste van deze aflevering... helemaal aan het einde, komt ook nog Helpdesk Rome voorbij... waar we een persoonlijk probleem gaan behandelen. Namelijk van Claire. Ja, uh, kinderen die moeilijk eten. Hadden de Romeinen daar dus een oplossing voor, als advies? Dat gaan we nog merken, toch? Nou, heel spannend. Dus deze aflevering laten we beginnen. Dinsdag 5 november zijn de Amerikaanse verkiezingen. En als we deze podcast opnemen, zitten we daar een paar weken voor. Olivier en ik gaan dus niet de actualiteit bespreken. Want u weet wat er tussen de opname en het online zetten van deze aflevering allemaal gaat gebeuren. Maar het is toch een onderwerp wat we niet kunnen laten liggen. Al was het maar omdat de Amerikanen zich zo graag spiegelen aan die oude Romeinen: het Kapitool, de Senaat, de Republiek, een leider met heel veel macht. En pilaren bij elk belangrijk gebouw. Uh, en dan vergeet ik vast nog een paar overeenkomsten tussen de Romeinen en de Amerikanen. De Amerikanen vinden het heel leuk om zich aan Romeinen te spiegelen, het nieuwe Rome. Dus uh, ook allerlei opmerkingen over hoe Rome gevallen is en dat Amerika dat niet zo moet doen. Ze zijn gewaarschuwd, zou je zeggen. Ik weet dat je niet graag denkt voor Romeinen. En uh, het liever bij de feiten houdt en wat ze hebben opgeschreven ooit natuurlijk. Maar als de Romeinse elite nou eens naar dat verkiezingscircus van die Amerikanen zou kijken, wat zouden ze dan denken? Nou ja, zouden ze nou kunnen denken? Wat zouden ze kunnen denken? <laughs> niet, niet zo heel erg veel, want als je nu naar de Amerikaanse verkiezingen kijkt, hebben we natuurlijk camera's en de, de massamedia die heel erg bepalend zijn. Dus daar zullen Romeinse uh, elite-mannen weinig van gedacht hebben. Maar uh, grote betogingen en allerlei manieren om mensen aan je te binden en alles aan iedereen beloven, daar konden de Romeinen ook echt wel wat van. Okay. Bijna alle Amerikanen van boven de 18 mogen stemmen. Ja, er zijn wat uitzonderingen. Uh, Olivier is aan het wiebelen met zijn wijfelende bewegingen. Maakt hij met je handen. Hè? Als je een zware straf hebt gehad, dan kan je bijvoorbeeld niet stemmen. Er wordt van alles of een aange... lichte straf. Of een lichte straf. Of je hebt je ID-kaart bij je vergeten. Dan ben je ook al gelijk uitgeschakeld in, in Amerika. Maar in Rome, mocht daar iedereen in principe stemmen boven de 18? Nee, natuurlijk. Want Rome, dus we hebben het hoe dan ook alleen over mannen die mogen stemmen. En alleen over burgers die mogen stemmen. Hoe dan ook, is er een heel groot verschil. Tussen de Republiek en de keizertijd. Want tegen de tijd dat we keizers hebben, wordt de absolute machthebber niet meer gekozen. Zijn er nog steeds wel verkiezingen, maar niet meer voor de hoogste functie. In die Republiek heb je, zoals je bij de Romeinen wel zou verwachten, een groot verschil in hoe zwaar je stem telt. Dus in principe mochten alle mannelijke burgers stemmen, als ze oud genoeg waren. Ja. Maar de rijke mensen hadden meer stem. Dus de, uh, de stemmen waren onderverdeeld in verschillende categorieën, stemblokken. En het eerste stemblok had zoveel recht, een tweede stemblok had zoveel recht. En de rijke mensen hadden meer stemblokken waar minder mensen in zaten. Dus als alle rijke mensen het met elkaar eens waren, dan was het al. Dan uh... was het besloten, al was dat maar een heel klein deel van de bevolking van Rome. Nou waren die rijke mensen het heel zelden met elkaar eens, dus werden die andere groepen toch nog heel belangrijk. En hoe zat het dan met de opkomst, als je stem toch niet zo zwaar telde? Ook weer afhankelijk van welke periode we zitten, opkomst hangt heel erg ook vanaf. Of je in de buurt woont. Want als jij rijk bent, kon je een heel stuk door het Italische Schiereiland. of zelfs van de andere kant van het Rijk. naar Rome toe komen om daar fysiek te stemmen. Briefstemmen kon niet. Als jij arm was, kon je dat niet doen. want was je gewoon bezig om brood te verdienen. om niet dood te gaan. Dus de, de opkomst van de rijkere mensen. zal ook wel weer hoger geweest zijn dan die van de armere. Het werd je niet makkelijk gemaakt om te stemmen. Je moest naar één plek komen. Je moest naar Rome komen om te stemmen. voor de verkiezingen in Rome. Op in alle steden in het Rijk waren ook verkiezingen voor de lokale beambten die daar gekozen werden. Moest je daar in de stad stemmen. En als je dan de verkiezingen wilde winnen, je deed mee aan die verkiezingen. Hoe ging je dan ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen, vooral van die hele belangrijke rijke groep waarschijnlijk, op jou gingen stemmen? Het gave is dat we een, gewoon een hele tekst hebben van de broer van Cicero over advies hoe je dit doet. Dus we hebben echt een Romein die advies geeft hoe je. Zorg dat je die groeperingen achter je krijgt. Niet alleen de rijke mensen. Want zoals ik zei, die rijke mensen zijn vaak verdeeld. Dus dan gaan die armere mensen ook echt een rol spelen. En um, ja, dat is ook heel mooi vertaald. Dat hele, ja. dat hele, dat hele werk. Dus dat kan iedereen. Worden nog steeds gaan gebruikt misschien ook door de Amerikaanse. Ook, er Christus zijn eens in de zoveel tijd weer van die boekjes van. How the ancient Romans did their elections. En al oh, ja. dat soort dingen. Dus dat is echt heel erg leuk. Um, je moet opvallen. Publiciteit is belangrijk. Het moet allemaal een grote show zijn. Wat er heel precies gezegd wordt, is... wat je nodig hebt is namenkennis, vleierij, doorzettingsvermogen... vrijvevigheid, publiciteit, een mooie show en visie voor staat. Dat hebben we allemaal nodig. En we gaan door bij het campagne voeren. Je moet alles aan iedereen beloven. Wordt expliciet gezegd. <laughs> Dan wordt de figuur van Cotta uit de geschiedenis genoemd. Die beloofde iedereen van alles. Want ja, als het uiteindelijk tegenvalt... Dan kan je wel zeggen dat er een reden is dat het niet lukte. Maar als je van tevoren nee zegt, dan worden mensen boos. En als mensen boos zijn, gaan ze niet op je stemming. Dus je kan veel beter achteraf sorry zeggen dat het niet gelukt is, dan van tevoren nee zeggen. Dus je belooft alles uh, aan iedereen. Een eigen risicootje wat niet wordt afgeschaft, toch na de verkiezingen ineens. Wat toch wel beloofd was. Ja. Dus er zijn allerlei dingen. Dus publiciteit, ook heel belangrijk. Altijd 100% instellen voor publiciteit. Donald Trump. Ik hier? Wat ik hiervoor gezegd is ja. relevant voor het vergroten van je reputatie. De lof voor jou als redenaar, de steun van belastingpachters en ridderstand, de sympathie van de elite, de grote scharen jonge mannen om je heen, de aanwezigheid van degenen die door de recht, voor de rechtbank door jou verdedigd zijn en uit provinciesteden, de groep mensen die uh, jij ooit geholpen hebt. Die hou je allemaal lekker bij elkaar en dan voer je een grondige campagne en dan ben je welwillend en vrijgevig. Nou ja, ik denk inderdaad dat Donald Trump dit heeft gelezen. Als ik het zo lees. Wil je er nog eentje? Nou, een korte. Ja, als het heel goed is. Tot slot. Uh, zorg ervoor dat je hele campagne één grote show is. Volvallend, hey. prachtig en populair. Wauw. Romeinen over verkiezingen. En uh, feiten en zo. En, uh, en, en een visie over hoe je je problemen gaat oplossen. Het is gewoon puur beloftes doen. Ja, nou ja, de, de massa moet jou beschouwen als iemand die voor hun <laughs> belangen opkomt. omdat je tenminste in je redenvoering, in de volksvergadering en voor de rechtbank. een vriend van het volk geweest bent. Nou, ik, uh, ik, ik citeer hier gewoon de antieke teksten. Uh, ze zijn buitengewoon modern op dit moment. Ja, en hoe zorgde je dat al die uh, boodschappen die je dan ging verkondigen... dat die bij iedereen ook aankwamen? Voor een deel is dat daadwerkelijk door een stad lopen. En zeker in een stad als Rome zijn het toch lokale verkiezingen... al gaat het om een heel rijk. Een soort dus rallies je, houden. Dus je houdt inderdaad redenvoeringen en rallies. Uh, wat we ook hebben, uh, zijn dingen die we dipinti noemen... En dat zijn een soort verkiezingsplakaten, op muren geschilderde plakaten. Waarop vooral gestem, uh, staat stem op deze en deze persoon, want die is de beste voor de staat. Stem op deze en deze persoon, want die is zo verschrikkelijk goed en die gaat het beste voor je doen. En daar hebben we vooral uit Pompei, omdat die stad natuurlijk zo mooi voor ons uh, overgebleven is, heel veel voorbeelden van. En daar kan je ook van sommige specifieke mensen... Kijken hoe ze hun verkiezingscampagne gevoerd hebben. Door die dipinti. Dan zie je dus op de muren staan hoe zij aangeprezen werden. En wat stond daar dan op? Ja, behalve dat je op ze moest stemmen. Maar uh, ook een idee dan gelijk? Of stond het een uitwerking? Of waren leuzen, wat was het leuzen? Het? Het, het waren leuzen. Dus uh, niet campagne ideeën. Maar meer dit is iemand die heel goed is. Dit is iemand die deugt. Dit is iemand die er staat voor de goede mensen. Wat je ook heel veel ziet is steunbetuigingen. Dus je ziet daar deze groepering steunt. Figuur. Een heel mooi voorbeeld daarvan is Marcus Fatia uit Pompeji. Iemand die campagne voerde vlak voor de uitbarsting van de vulkaan. Daarom hebben we die plakaten. Nog ook nog steeds. Ja. En dan hebben we een, een hele reeks aan steunbetuigingen. En het mooie daarvan is dat je ziet dat ook vrouwen hem steunen. Dus je hebt de naam van een aantal vrouwen die heel bewust Vatia steunen, hoewel ze zelf geen stemrecht hebben. Je ziet ook hele groeperingen die hem steunen. Dus de bloemleggers steunen hem. Of de zakkendragers. Een beetje zoals de vakbonden hem. ook. Uh, precies, precies zoals en, ja, de grote de, de, de groeperingen, de vakbonden, de collegia die hem steunen. En wat het leukste bij die Vatia is, is dat je ook de negatieve campagne begint te zien. Waar Cisrood natuurlijk ook over heeft. Het zwart maken is ook heel goed. Want dan zie je al die teksten met. Deze groepering steunt Vatia, want die deugt. En deze groepering steunt Vatia, want hij deugt. En deze vrouw steunt Vatia, want hij steunt. En daarna zie je, ja. En uh, de nachtbrakers die steunen hem ook. De dronken mensen steunen hem ook. Uh, de kleine dieven steunen hem ook. Ah oh ja, dat is ook uh, een lastercampagne echt opgezet. Dat lijkt toch heel erg op een lastercampagne. Behalve als hij heel erg graag de steun van de kleine <laughs> dieven wilde hebben. en dat dat de stem zou beïnvloeden. Lijkt je hier Echt te zien wat dus in die uh, teksten voor Cicero al expliciet gemaakt wordt. Probeer je tegenstanders zwart te maken. Dat is ook een manier om de verkiezingen te beïnvloeden. Nou, je had het net over uh, vrouwen die dat dan doen. En, daar luisteren de mannen dan ook naar? Kennelijk, anders zou het de moeite niet waard nee. zijn. En vrouwen, we hebben het daar natuurlijk al eerder over mm -hmm. gehad, hadden weliswaar geen politieke macht, maar wel heel veel invloed. En zeker de rijkere vrouwen, de vrouwen met meer status, de vrouwen. Uh, die ook giften aan een stad gegeven hadden. En daardoor populair geworden werden. Die hadden echt wel invloed. En als die iemand steunde, was dat een steunbestuiving waar je wat aan had. Ja, en moet, je, moet ik het dan echt kunnen vergelijken met, uh, met een Taylor Swift, bijvoorbeeld, die dan achter Kamala Harris staat. Of Elon Musk achter Donald Trump? Het was echt. Van die grote? Op kleinere schaal, want opnieuw, het gaat niet om massamedia. Dus de aantallen die je kan bereiken zijn veel kleiner. Ik denk niet dat er iemand in uh, de Romeinse tijd 200 miljoen volgers gehad kan hebben. En een kat. Maar een katten hadden ze wel. <laughs> uh, maar, maar dat zo iemand in ieder geval dacht dat haar steunbetuiging invloed had. Ja, anders kan je die, die pint niet verklaren. Volgens de laatste polls die ik heb gelezen net voordat we dit gingen opnemen, is de nek-a-nek-race. Tussen Trump en Harris uh, was het in de Romeinse Rijk uh, ook altijd zo spannend, of wist eigenlijk iedereen altijd al wel wie er ging winnen? Dat wisselde heel erg, oh. dus er zijn best veel voorbeelden, zoals je ook in de Amerikaanse verkiezingen best veel voorbeelden hebt van verkiezingen waarbij al heel lang duidelijk is wie er gaat winnen en sommige. Mannen zijn op een gegeven moment zo populair dat als zij zich kandideren, het helemaal duidelijk is dat zij dit gaan winnen. En soms is de elite het wel eens dat het de beurt is van deze persoon. Ja, dan is het ook helemaal duidelijk. Maar er zijn ook best veel voorbeelden van ruzie binnen de elite. Waarbij het dus ontzettend spannend wordt en tot op het laatste moment onduidelijk is wie de verkiezingen gaat winnen. En dan laat ze het dus ook over aan de. Minder rijke mensen om uiteindelijk te bepalen wie er dan gaat winnen? Meestal wel, als alles goed loopt, wel. Dat gaat natuurlijk af en toe mis. Een voorbeeld daarvan, wat ook hele uh, bijzondere parallellen met zich meebrengt met de huidige tijd, zijn de verkiezingen van Gaius Claukia. Ja. Nou, dan hebben we net een hele tijd gehad, dan zitten we ongeveer 100 voor Christus. Dus dat is een, okay. een hele tijd voor de keizertijd. Ja. Uh, is er al heel veel onrust. Daar hebben we die. Landhervormingsproblemen gehad, waar we het in een andere aflevering over gehad hebben. En dan hebben we een tijd lang iemand gehad. Marius, grote generaal, veel overwinningen gehaald. Die is jaar na jaar consul geweest. Die is echt vijf keer consul geweest. Altijd van de verkiezingen die niet spannend zijn. Maar ja, onduidelijk wie dat nu gaat opvolgen. Een soort Rutte was het eigenlijk. dat was een beetje uitzonderlijk. Maar, 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 maar dan heel efficiënt. Ja. Uh, maar dan heb je uh, Glaukia. Ja. En die kandideert zich. En in de aanloop naar die verkiezingen wordt er al op allerlei manieren geweld gebruikt. En omgekocht. En lopen er knokploegen rond. En dan krijg je op een gegeven moment de verkiezingen. En van die verkiezingen hebben we twee verschillende verhalen: eentje van Appianus, eentje van Cicero. Die van Appianus is nog net wat sappiger dan die van Cicero. Nou, laten we die dus doen we dus die doen we voor ja. nu eventjes. <laughs> uh, en Appianus zegt: tot en met het moment van de uitslag is onduidelijk wie er gaat winnen: Glaucia of zijn tegenstander Memmius. En. Groep na groep wordt dan gezegd waar ze voor gestemd hebben. Dus die eerste groep rijke... Een beetje de kiesmannen die dan uh, uh, op het bord komen bij CNN. Uh, pre Precies ja, dat. Welke, ja. uh, wie heeft dit nou gestemd? En dan op een gegeven moment wordt duidelijk dat Klaukiaan gaat verliezen. En dan komen zijn knokploegen in actie. Enorm veel geweld waarbij Memmius daadwerkelijk doodgeslagen wordt. Nou, dat gaat Romeinen ook best ver. Dus de Senaat roept dan een noodtoestand uit. En Glaucia bestormt het kapitol. Hey. trekt zich daar terug met een aantal mensen, opnieuw, volgens Appianus. Ja, ja. En roept daar een soort tegenregering uit. Nou, Zo vaak kwamen ze in 2020 niet. Maar het interessante is dat Marius, de bijna uitgespeelde, maar nog niet uitgespeelde generaal, die al heel erg lang consul was, dan de opdracht krijgt om Glaucia eigenlijk degene die aan zijn kant staat, van het kapitool te verwijderen. En Appianus schrijft dat Marius daar ook enorm mee zit. Van wat doe je nou? Ga je voor wat de staat wil en wat de senaat wil, namelijk het weghalen van Glaucia? Of steun je de man die jouw politiek steunt en die aan jouw kant stond? En Marius besluit dan dat zijn reputatie in de toekomst van de staat belangrijker is... En trekt met groepen op om Glaucia daadwerkelijk van het kapitool te verwijderen. De Mike Pence was eigenlijk van de Romeinse tijd. Die moest uiteindelijk ook toch uh, Trump loslaten. Ja, en, maar met het verschil dat Marius actief iets moet doen ja, in plaats van iets ja. moet nalaten. Ja. Uh, en zelfs in de minder sappige variant van Cicero hebben we nog steeds Glaucia die weigert een uitslag te accepteren en het kapitool bestormt. Dus. Dat lijkt echt wel een, een, een interessante parallel te zijn met vooral uiteindelijk een Senaat die wel actie onderneemt en Marius die de boel wel beëindigt. Ja, als, als je dan zo'n spanning had, zo'n nek aan nek race, kon je dan ook echt ergens tussen kiezen? Waren er verschillen tussen de kandidaten? Uh, ja, zeker in die republiek hebben we meestal over twee Grote partijen. En dat zijn niet partijen zoals de Democraten en de Republikeinen. Dat zijn veel flexibere facties. Waarin mensen soms aan de ene kant stonden. En soms aan de andere kant. Maar uiteindelijk was er een verschil tussen wat wij de populares en de optimaten noemen. En de optimaten die deden vooral de dingen die in het belang waren van wat zij de goeden noemden. En dat waren dus de rijke melden met heel veel geld. En de populares deden vooral dingen voor de armere mensen. Uh, niet noodzakelijkerwijze omdat ze heel erg sociaal bewogen waren. en voor die armere mensen heel veel wilden. maar ook omdat ze daarmee natuurlijk een groep mensen bereikten die voor hen ging stemmen. Maar iemand als Cesar, waar we het eerder over gehad hebben. over de Gracchi met de landhervormingen. die noemen we Popularis. Die wilde echt dingen veranderen. En dat doen doordat ze die grote groep mensen. die ook stemrecht had, aan hen wilden binden. Nou, wil je daar meer over horen? Dan kan je die. Uh... Aflevering ook luisteren, toch? Over het populisme. Zeker. César heeft ons daar echt heel erg goed in. In onze rubriek Helpdesk Rome zoeken we Romeins oplossingen... voor persoonlijke problemen van deze tijd. En de luisteraars van de podcast mogen dus hun problemen inzenden. En deze week helpen we Claire, hopelijk. Ja, die Claire vraagt hoe gingen welgestelde Romeinen om met kieskeurige kinderen, moeilijke eters aan tafel. En ze geeft zelf al meteen aan dat de gemiddelde Romein misschien niets te kiezen had. En dat is inderdaad het eerste antwoord. Ze heeft Ik denk, goed opgelet. Ze heeft goed opgelet. Als je heel weinig te eten hebt, dan ja, eet je wat de pot schaft. En dan ben je heel blij dat er iets in die pot zit. Kinderen aten wel grotendeels met hun ouders mee. Dat is natuurlijk ook per cultuur verschillend. Hele jonge kinderen niet. Die aten los of die werden eerst had je borstvoeding... en daarna had je dan ook voedsters en prakvoedsel en al dat soort dingen. Dus die hele kleine kinderen, daar hoeven we het niet over te hebben. Okay. Tegen de tijd dat kinderen groter werden, aten ze mee... of aten ze in dezelfde ruimte. Zeker de welgestelde Romeinen als hun ouders. We kennen weinig voorbeelden van opmerkingen over slechte eters waarschijnlijk opnieuw omdat er niet zo verschrikkelijk veel te kiezen was... en er best hard gestraft werd als je dingen slecht deed. Wat we wel zien... En dus dat is een te... optie voor Claire? Hard straffen? Ja. Nee, dat nee, uh... ik, ik wil, ik, ja, wil jij weer. Nee, ik <laughs> nee, wil een nee. positieve suggestie <laughs> okay. aan Claire. Wat we wel zien huh? is nadruk in de teksten... dat je bij het eten heel erg moet opletten wat je doet... omdat goed voorbeeld doet volgen. En dan gaat het er meer om dat je niet aan tafel moet schelden... of allerlei termen moet gebruiken omdat de kinderen dat luisteren. Maar daar wordt ook wel gezegd dat als jij... Goede dingen voordoet dat kinderen dat navolgen. Dat wordt in de context van een avondmaaltijd gebruikt. Dus misschien kunnen we die er zo dicht mogelijk bij Claire bij krijgen. Dat als je zelf heel vol plezier al je eten opeet, dat je kinderen het vanzelf ook gaan doen. Um, dus of je dat ziet echt, zeggen we eigenlijk dat Claire niet zo goed is. Of voorbeeld dat echt heeft, werkt, wilde ja. ik er nou bij <laughs> zeggen. Weet ik niet. Of eigenlijk weet ik wel dat dat niet werkt. Maar uh, misschien geldt voor de Romeinen hetzelfde voor ons. Als je lang genoeg wacht, gaan ze vanzelf beter eten en anders zijn ze ooit het huis uit. Heb je nou ook een probleem waar je een Romeinse oplossing voor wil? Vertel het ons via de opmerkingen onder deze aflevering als je via Spotify luistert. En anders via het linkje in de beschrijving. Over twee weken zijn we er weer. Dan gaan we het hebben over. Globalisering. En luister ondertussen, anders een van die andere 17 afleveringen die we hebben gemaakt. Die heb je vast nog niet allemaal gehoord. Bijvoorbeeld die over populisme, want daar hebben we weer van alles over de verkiezingen te vertellen. Goeie tip, tot de volgende. Tot de volgende.